Photoshop heeft de mogelijkheid om op een hele eenvoudige manier heel compleet met kleuren te spelen. En dat heet in zijn Nederlands een kleurtabel en in zijn Engels een look-up table, oftewel LUT. Misschien heb je het begrip ooit wel eens gehoord, zo niet bij deze. En dat kun je natuurlijk ook weer in een aanpassingslaag doen. En dat zit hieronder bij kleur opzoeken. En je krijgt dan bovenin een heel klein minuutje met daarin wat uh, drie keuzes en drie pull-down menus. En als je dan bijvoorbeeld. Even op het pull down menu klikt, dan zie je een aantal opties. Je ziet uh, gewone woordjes staan, maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, Fuji, Eterna en uh, Kodak uh, 5205. Dat zijn filmtypes. En als je die bijvoorbeeld selecteert, dan ga je, zeg maar, als het ware dat soort film simuleren. En ik ga er gewoon even wat laten zien om te zien wat het effect doet. En je hebt ook een paar abstracte filters of nog hele andere dingen. En zo heb je een aantal voorkeuzes. Is daarmee deze film klaar? Nee, natuurlijk niet. Want dat zou wel heel eenvoudig zijn. Nee, de kracht is ook dat je vrij eenvoudig dit soort tabellen zelf kunt maken. Dus ik gooi deze even weg en ik ga zelf een klein beetje aan de slag met deze foto. Ik ga bijvoorbeeld een klein beetje het absolute wit eraf halen. Ik voeg een leuk fotofiltertje toe. Ik ga een klein beetje met de kleur van de jurk aan de slag. En ik zorg dat het allemaal weer even spierwit is waar het wit moet zijn. En ik maak hem ook een klein tikkeltje lichter. Nou, stel je voor dat dit de bewerkingen zijn die je op wilt slaan in zo'n kleurtabel. Dan is dat eigenlijk in een handomdraai gebeurd. Je klikt gewoon bovenop bestand en dan ga je naar exporteren en kleuropzoektabellen. En wat je nu gaat doen is gewoon eigenlijk tegen Photoshop zeggen pak al deze aanpassingslagen, maak daar een tabel van en sla die dadelijk ergens op. Ik geef hem gewoon een naampje model. Copyright is ingevuld. Bestandsextensies in kleine letters gebruiken. Dat kun je aanvinken. Dat hoeft niet. Dat voegt weinig toe. Daaronder heb je de kwaliteit staan. Je, met een slider. Als je hem bijvoorbeeld op maximum zet, dan gaat de waarde naar 256. Hier heb je eigenlijk gewoon best een behoorlijk krachtige computer voor nodig. Niet zozeer bij het genereren, maar wel bij het inladen straks. En ik merk dat eigenlijk de kwaliteit hoog is goed genoeg is. En daaronder heb je indelingen. Wat je dadelijk krijgt is namelijk een los bestandje met uh, zeg maar de waardes van deze filters erin gestopt. En er zijn verschillende programma's die met dit soort tabellen om kunnen gaan en sommige programma's vereisen een specifiek profiel. En dat kun je dus hieronder aangeven. En ik hanteer het Cube profiel. Dat is van Adobe zelf en dat betekent dat ik dit profiel dadelijk ook in Lightroom kan importeren bijvoorbeeld. Vervolgens klik je op OK. En dan moet je het beestje een naam gaan geven. En ik noem het gewoon een model. En je klikt op opslaan. Nou, Photoshop gaat een heel klein beetje aan de slag. En klaar. Ga ik naar een andere foto. Dan wil ik bijvoorbeeld die tabel die we net gegenereerd hebben. Die wil ik hier inladen. Dus ik ga wederom zeggen kleur opzoeken. En als ik nou hierboven op 3D opzoek tabel laden klik. Dan krijg ik weer het lijstje. Maar we hebben het bestand net model genoemd. En je ziet dat het er niet bij staat. We gaan van Late Sunset naar Moonlight. We moeten het dus even los opzoeken en we klikken gewoon op 3D opzoektabel laden en vervolgens kun je naar de map gaan waar het staat. Je klikt hem aan en je drukt op laden. Photoshop gaat vervolgens weer rekenen. Je ziet vrij weinig gebeuren, maar in de achtergrond gebeurt wel het een en het ander en uiteindelijk zul je zien dat hij gewoon geladen wordt, zoals je ziet. En nu heb ik gewoon één aanpassingslaag met alle aanpassingen die je daar straks gemaakt hebt. Uh, Bovenop de foto liggen en je ziet dat ze gewoon exact hetzelfde zijn qua effecten die eraan gebeurd zijn. Nu gaat dit op zich nog niet zo ver qua dingen die ik heb gedaan, maar je kunt ook bijvoorbeeld zeker ja, in, in, het, in, het, uh, in een foto met een menselijk gezicht is dat qua kleuren veranderen natuurlijk niet zo uh, geweldig of je moet gaan maskeren. Um, Zo'n masker neemt hij overigens niet mee. Maar heb je een landschapsfoto? Ja dan kun je daar echt gewoon complete kleurtinten helemaal gaan veranderen. En dan gaat het dus ook een schokkende impact maken, zoals je daar straks ook gezien hebt in de, de previews die je hebt. Maar dit is in ieder geval het concept erachter. En het is eigenlijk best krachtig om op een hele eenvoudige manier gewoon een goede look aan een foto te geven.